Afgelopen zondag 27 maart was de 14e editie van de paasreunie van De Cirkel, De Siepel en Het Siepelke in discotheek Fios aan de Beekstraat. Naast de huidige huis-dj's waren er ook dj's van de oude discotheken aanwezig. Erik de Zwart, radio-dj van Veronica, draaide naast muziek ook de videoclips af. Ze hebben vroeger, en dan spreek ik over 14 jaar geleden, hebben ze een reunie bedacht voor alle mensen uit de jaren 70, 80, 90, die toch wel graag wilden gaan stappen. En toen hebben ze deze reunie hebben ze bedacht. En allemaal oud discjockeys die zijn daarbij gekomen. En die zijn elk jaar zijn ze weer aanwezig. En zetten ze hun beste beentje voor. Dit was De Siepel. En als je achter mij kijkt en je gaat de Pastoriestraat in, daar staat vroeger De Cirkel. En dat was van dezelfde eigenaar. Het is nog steeds van dezelfde eigenaar, maar goed, de zoon heeft het overgenomen. En daar kon je dus met één stempeltje kon je beide discotheken bezoeken. En de muntjes waren ook hetzelfde. Dus eigenlijk twee voor de prijs van één. Fios Hengelo heeft meerdere zalen waar verschillende muziekzijlen gedraaid worden. Hier hebben we de kelder, die zit helemaal beneden. Vroeger, toen werd daar rockmuziek gedraaid. En Nederlandstalig, dan noem ik maar wat op. Simple Minds, The Cure, Live, Anouk, dat soort muziek. Easy Deasy kon ook gedraaid worden. En we hebben de grote zaal, die is nu open vanavond. Daar wordt de top 40 wordt daar gedraaid. De bezoekers van de reunie waren in ieder geval erg enthousiast. Ja, het is gewoon zo één keer in het jaar, dan ga ik nog uit. En dan verheug ik me natuurlijk al het hele jaar op. Dat begrijp je zelf ook. En dit is dus de avond, dan kun je echt los, hè? Ik heb hier vrij regelmatig, nog steeds zelfs. Dus mooie zaak en altijd gezellig. En nu met de reunie, het is helemaal speciaal natuurlijk, allemaal oude bekenden. Muziek is emotie. En je hebt op allerlei verschillende momenten heb je verschillende soorten muziek. Dus eigenlijk, ik hou ook van rockmuziek, ik hou van Nederlandstalig, ik hou van dance, ik hou van hardstyle. Dus ja, dat is eigenlijk heel breed. Maar ik vind die oldies, die classics ook heel leuk. Dus ja, eigenlijk is de vraag, of het antwoord, eigenlijk alles. Nou, we waren meestal boven te vinden, maar ook in de kelder, want we hielden ook wel van rockmuziek. Maar ook, ik hou ook wel van soul en van madness, dus dat is wel heel gevarieerd. De rockmuziek is wel een beetje ons dingetje, ja. Oké, dus als ik het goed begrijp, je begint hierboven en dan op een gegeven moment de kelder in en daar eindig je dan ook, zeg maar. Ja, absoluut. Het evenement was ook dit jaar weer een groot succes.